Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Nelly, daar is Ali. Hi. Zit jij nog steeds in die stoel? Ja, wij gaan blijven zitten hier. Wij hebben een drukke dag op de planning. Wij gaan eerst kajaken en daarna gaan wij fietsen. Er worden opnames van ons gemaakt. We nemen jullie mee. Dat is hartstikke leuk. En ik ga nu even snel afwassen en dan gaan wij aan de bak dat ding in flappen. Wij moeten nu de camper gereed maken om te gaan rijden, want wij worden dan met de camper verwacht. En wij hadden eigenlijk gehoopt dat wij met iemand mee konden rijden, zodat we dit gewoon hier lekker kunnen laten staan. Maar ja, ze wilden ook een shot maken van het aankomen rijden bij de kajak verhuur. Dus we gaan nu alles inpakken. Het is vroeg, het is erg vroeg, maar het is al wel licht. Volgens mij wordt het hier ook best wel vroeg licht, want om 6 uur, even kijken, 5:30 was het al licht. Ja, wij hopen natuurlijk dat wij jullie zoveel mogelijk mee kunnen nemen, maar dat kan ik nu eigenlijk niet aan jullie beloven, want ja, het is gewoon, je zit ook met andere mensen en... Ja, wij moeten ook weer gefilmd worden, dus het is best moeizaam dit, om zelf ook nog een vlog in elkaar te zetten. Maar we gaan echt ons best doen. Dan gaan we het hier even een beetje fationeren, want we hebben net even ontbijt. Ik ga even snel wat afwassen. Een goede bodem gelegd voor het kajakken. En jij gaat afwassen. Even snel dit, want anders dan zit je daar... Ja, nou, dan ga ik eventjes vanavond tegenaan te kijken, die camper een beetje opruimen. Ja. Een beetje rijklaar maken, toch? Ja. Want het is nu één grote bende hier. Ik loop nu even snel naar de bakker. Die is om 7 uur open hier. Die staat eigenlijk een beetje achter ons kampeerplaats. En dan ga ik even wat broodjes halen en ik hoop dat je er binnen kan. Het was er net al vrij druk, terwijl het iets van 7:15 is of zo. Wij zijn onderweg en we zijn daar met 41 minuten. Ik heb een beetje het gevoel alsof we meedoen aan, we zijn er bijna. Jij dan? Nou, dus het is wel een actievere versie van we zijn er bijna. Ja, dat weet je niet. We zijn er bijna, ziet er altijd heel chill uit, ja, hè? Dat is waar. Op camera, maar ja. Ja. Niets is wat het lijkt. Maar achter de schermen gebeurt een hoop. Ja. Die moeten denk ik ook rijden en gefilmd worden en dat soort dingen. Nou ja, ik weet niet of ze deze bus nog willen fotograferen of filmen, maar dat ding is zo smerig. Echt heel vies. Die ruiten, daar kunnen we bijna niet meer doorheen kijken. We mochten hem trouwens niet schoonmaken. Dat gaan ze zelf doen. Echt? Ja, aan de buitenkant mag je er niet aankomen. Dat meen je niet? Ja. Oh, dat wist ik niet, joh. Het is gezegd op die avond. Oh. In verband met krassen en beschadigingen en weet ik veel wat. Binnenkant mag je wel schoonmaken, moet je schoonmaken. Maar buitenkant mag je niet aankomen. Oh. Nou ja. Nou, dat scheelt weer. Het is weer een taak minder. Nou, oké, wij komen om 9 uur aan daar. En we hebben het dak opengelaten. Tenminste, de klep. We kregen hem gewoon echt niet dicht. Het wil niet. Maar als we dan over zo'n weggetje, niet geasfalteerd, maar gewoon het drama weggetje. Drempels, dat. Dan hoor je de hele tijd kudunkudunkudunk, dus dat is ook niet helemaal goed. Maar er zit wel eentje vast. Ja, er zit er één vast, maar ja, die andere die kregen we niet. Het gaat zo zwaar, ja. Het is gewoon, nou, ik vraag me af, degene die dit gemaakt heeft of die het überhaupt zelf alles heeft geprobeerd? Ik denk het niet, maar ik moet zeggen, vanochtend waren we best snel met inpakken en zo. We waren heel snel met inpakken, maar dat dak, dat duurt en dat duurt. Ja. Nou ja. We zijn er bijna, dus
Ik heb er zin in. Jij dan? Ja, heb jij ik ook. Zin in? Ja. Ja? Ik ben bang dat ik het eerst een stuk koud heb. Koud? Koud. Ik ben helemaal bevroren nu op dit moment. Meteen is het vriezend eraf. Het is ook vroeg. En je moet in de zee. Ja. En... Maar jij hebt echt een zeebenen. Ik heb zeebenen. Dus dat komt helemaal goed. Daarom. Wij zien daar een tap staan. Wij zijn aangekomen bij die kajakverhuur. Ja. En hier staat gewoon een tap. Gewoon zo een hier ei. Aan het water. Superleuk. Oké. Okay. Ja, en nu? En nu. Waar kun je je parkeren, joh? Zo, wij zijn aangekomen bij Jistra Adventures. Als het goed is gaan wij daar opstappen op de kajak. En we hebben net gehoord dat wij dan richting het zuiden gaan kajakken. Dat is die kant op. En waarschijnlijk gaan we ook snorkelen. We hebben net opnames gehad van hoe wij de buscamper hier parkeerden en wat wij van de dag verwachten. En er werd net ook gezegd dat wij van een klif af moeten jumpen. Nou... Ik weet niet hoor, maar dat zie ik mezelf nog niet doen. Dus kan alle kanten op. Maar we gaan het zien. Het is hier super mooi. Mooi helder blauw water. En hier achter mij, kijk, hier achter mij, daar zit een eilandje met campers. Dus dat is echt een super mooi plekje om daar te staan met je camper. Dat wil je toch? Ik bedoel, dat uitzicht. Geweldig dit. Ik moet zeggen, ik vind dit wel een hele leuke camping. De camping, ik weet eigenlijk de naam niet. Dat ga ik nog eventjes bekijken. Maar ik denk als je hier staat, vooral hier aan de kust. Ja, top. Het is ook niet heel groot. Of in ieder geval niet echt die camping waar wij op staan. Met veel kinderen en speeltoestellen. En... Ik vind dit wel iets gemoedelijker. Ik heb een broodje. Oh, lekker. Wow, niet zo kleintje ook. Moeten we even door de elf doen? Nee. Nou, ze liggen al klaar zoals jullie zien. Ik denk dat wij die twee persoons meekrijgen natuurlijk. Er ligt ook een hele kleine. Ik weet niet voor wie die is. Ja hoor, we zitten in de kajak. De crew staat daar nog, want die gaan die zijn met... heel slow. Ja, die zijn heel slow, maar die gaan ook met de speedboot. Dus dit is... Kijk, nu zien jullie ook hoe het achter de schermen eraan toe gaat. Zij gaan in een luxe speedboot met een dakje erop. En wij zitten in een kajak. Oh, er gaat helemaal niemand. Nee. Nou, even serieus. Nou, volgens mij zouden ze kajakken meeslepen. Oh. Wij moeten nu even wachten totdat zij achter ons aankomen. En dan denk ik dat, ja, worden wij natuurlijk gefilmd als wij langs de kust varen. Maar we zijn ook wel een beetje opgelucht, want wij hebben twee zwemvestjes mee. Die liggen in de boot. Ja. En twee wetsuits voor het snorkelen. Dus daar ben ik super blij mee. En het cliffjumpen, daar zijn we samen over uit. Dat gaan wij niet doen. Wij zijn gewoon niet zulke helden. En wij zoeken ook niet de adrenaline op, dus nee, maak je ons gewoon niet blij mee. Dus ja, ik kijk wel hoe een ander dat doet. Ja. Nou, wij gaan alvast die kant op en dan komen zij denk ik aan wanneer wij er al zijn. Ja, op een snelle boot, hè. Supermooi, hoor. Kijk dat water, mensen. Ja, kijk dan hoe helder dat is. En wat doe jij dit goed? Ja, superman. Kijk deze campers dan, hoe die staan. Prachtig hoor. Maar zij zijn nog steeds niet vertrokken. Ja, maar dit is echt wel een leuke camping hoor, zo aan het water. Ik vind vooral dat plekje met die campers, dat eilandje, dat is echt geweldig. Maar ook niet zo'n kinderparadijs. Nee, nee. We hebben een tasje meegekregen, daar kunnen we onze spulletjes in kwijt, wat niet nat mag worden. Dus dat is ook top.
Nou, klaar voor deze dag. We zijn in een baaitje beland. En dit water is gewoon nog helderder. Echt heel mooi dit. Jij hebt een GoPro aan je paddel hangen. Ja, maar die moet terug. Hey. Ja. Ja. Oh. Oh, dankjewel. Wij mogen even genieten van dit uitzicht, want wij moeten even wachten tot de drone de lucht in gaat. We gaan zo meteen naar een grot, volgens mij. En daar gaan wij, als het goed is, snorkelen. Ja. Maar dit is ook wel leuk hoor. We hebben trouwens wel een stukje gesmokkeld. Want ja, wij zijn een stukje meegevaren met de speedboot. De kajak werd erachter gebonden en wij mochten in de boot, want anders waren wij iets van 3 uur onderweg en wij hebben beperkte tijd, want wij hebben tot 2 uur de tijd. Daarna moeten wij fietsen, dus het is alleen maar qua tijdbestek kwam dat er best uit en ik vond het eigenlijk ook niet zo erg, want ik moet je zeggen, als je dit stuk had moeten paddelen, nou dan had je nu spierpijn gehad van hier tot met Tokio. Volgens mij worden wij net ingehaald door 2 professionele kajakkers, want zo zien ze er wel uit. Die hebben wel van die handschoenen. En die hebben een hand, ja. Dat is misschien wel lekker. Dat is wel lekker, want anders gaat je hand gaat best wel pijn doen. Ik heb trouwens ook het idee dat er iemand nu mist in die boot. Kijk, ze zitten daar. Oh, Timo en Sander gaan ook met de kajak. Nou, die gaan die drone. Oh, die zo. Maar ik kan dat niet vanaf die boot doen, want het is ja. Niet helemaal. Ik snap het. Oké. Okay. Nou ja, ik vind het niet erg om hier even te paddelen of te hangen. Het water is wel vrij koud. Ja, het is wel koud, maar ja. Mega helder. Ja. Erg helder. Ik vind dit echt prachtig. Eindje langs de rots paddelen en daar werd daar een dronebeeld van gemaakt, of er vloog een drone boven ons en dan moesten wij een eindje langs de rotsen paddelen. Maar nu drijven wij hier al een tijdje, maar de rest, de actiecrew, die zijn nergens meer te bekennen, dus er komt niemand. Dit gaan we weer terug. Een beetje vreemd. Ja hoor, daar zijn ze. Waar zaten jullie nou? Ja. Waar waren jullie kwijt? Ja, natuurlijk. Even met ombouwen. Ben je daar nog mee? Ja. Heb je die omgebouwd? Ja, met de camera. Nou, we gaan achter de crew aan. Kijk even. Ja, ja. Wij gaan de grot in. Dus we hebben ons pak aangetrokken. Het wetsuit. Noemen ze dat ook? Ja. Ja. En dan is het de bedoeling dat wij daarin gaan. En wat ik er een beetje van begreep, moeten wij een klein stukje onder water. En dan komen wij in een hele mooie grot terecht. Wij nemen de GoPro mee, dus wij hopen dat wij natuurlijk mooie beelden kunnen maken voor jullie. En ik vind het wel spannend, moet ik zeggen. Wij zijn niet echte waterratten, dus of dit goed komt, dat is even de vraag. Maar ik vind het wel een hele belevenis. En hier achter ons, er is een klif en daar springen ook mensen vanaf. Maar ik weet niet of wij dat gaan doen. Denk het niet. Ik vind het wel heel knap van de mensen die het wel doen. Maar je kunt ook kiezen tussen verschillende hoogtes. Dus je kunt daar vanaf, maar ook daar vanaf. Hier liggen ze. Het is net wat je zelf wil. Hier gaat volgens mij eentje van het oogstpunt afspringen nu. Die naar jou? Ja. Hoppa. Knap hoor. Zo, goedemorgen dames. Welkom deze poolparty. Leuk hoor. Ik ga jullie rondleiden.
naar de grot. Ja, nou, we gaan achter jou aan. So, we are going in. You can see the end. Yeah. So we have 1 meter and a half of the guys. Okay. Yeah. So I will go first. Yeah. And okay. After 3 minutes. We zijn in de grot. Oh mensen, ik heb gewoon... Nou, ik heb nu wel mijn grenzen verlegd, want ik vond het best wel een beetje eng. Op zich is het een klein stukje, maar je moet wel even onder water en onder die rots doen. Dus het is best even een dingetje, maar als je er helemaal bent, heel mooi. Naar de boot. Dan gaan we weer een stukje onder de rots door. Een stukje duiken. Deze mensen gaan eerst. En daarna zijn wij aan de beurt. Dus. Nou, Ali die is de grot in gegaan. Ik durfde niet. Je moet best wel, je moet stuk onder water door wil je die grot in. En ik, nou, ik weet niet. Benauwde mij gewoon. Maar nu stonden ze net hier vanuit zo'n gat, stonden ze te schreeuwen naar mij, hier ergens. Dus dat was wel super leuk. Ik hoop dat ik nog even kan filmen als ze hier de grot weer uitkomen. Maar het is hier ontzettend druk. Er gaan heel veel mensen in en uit. Volgens mij kan je daar amper nog, je ziet er volgens mij niks in die grot. Zo druk. Er komen gewoon schepen, zeg maar, met allemaal mensen erop. Die komen hier en die gaan allemaal naar die grot toe. Nou, volgens mij komen ze weer naar buiten, want ik zie Timo en Andrea. Dus ik ga ervan uit dat Ali er zo is. Ik hoop het. Maar er is ze. Nou, ik ben blij dat ze er weer is. En we zitten weer in de bus. Wij gaan naar... De tweede activiteit vandaag. Ja, waar was het ook alweer? Porto Ponto of zo? Porto Ponto, ja, dat was hem. We gaan fietsen. En daar gaan we fietsen. Het is 24 graden. Er is op het moment geen zon. Eigenlijk vind ik dat niet zo erg. We moeten nog 3 kwartier rijden. Het was ongeveer een uur rijden vanaf het kajakken. Ja, als het goed is gaan we op een oude spoorweg fietsen. Vroeger ging daar de trein overheen. En wij hebben het eventjes opgezocht op internet wat precies de activiteiten inhoudt. Maar het blijkt 40 kilometer te zijn. Nou weet ik niet of wij ook echt die 40 kilometer helemaal gaan fietsen. Want uiteindelijk gaat het ook wel een beetje om het beeldmateriaal. Maar we hebben de eerste activiteit gehad en ik vond het best leuk. Het was mooi. Vooral die grot vond ik een hele belevenis. Ik durfde eigenlijk eerst niet zo goed, want je moest onder een rots doorzwemmen. En dan stond er iemand, of er zwom iemand aan de andere kant om je hoofd naar beneden te drukken. Want, nou ja... Anders kom je met je hoofd tegen die rotsen aan. Maar toen ik eenmaal in die grot was, dan denk je wel van, oh, dit was wel de moeite, ja. Mooi blauw water, dat zonlicht erin.
ja, je kijkt je ogen uit in zo'n grot. Het is echt, echt heel mooi. Ja, ik vond het wel heel stoer dat jij die grot inging. Want jij durfde eigenlijk ook niet, want het zag ik aan je gezicht. Jij ja, vond het ook doodeng. Ja, ik moest wel even een drempeltje over, ja. Maar ja, je doet wel dingen nu die je normaal misschien niet zo snel had gedaan. Ja. Kijk, dat cliffjumpen, dat gaat me echt te ver. Dat, oh, vreselijk. Nee. Weet nou, je, ja. Ik ben echt geen daredevil. Ik durf niet zoveel. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Nou, en dan vind ik ook dat je geen dingen moet doen tegen je zin in. Oh, dat heb je wel gedaan vandaag, een beetje. Nee, ik ben niet geweest in die grot. Ik kan helemaal niet zo goed zwemmen. Ja, zo is het nou eenmaal. En je had dat pak aan. Dat pak dat was mij veel te groot. Dus wat gebeurde er? Er kwam lucht en water onder. Ja. Daar kon je helemaal niet makkelijk mee onder water. Dus nee, ik heb het niet gedaan. Ik zag het echt niet zitten. Nee, maar dat was ook geen probleem, hè? Dus nee. Als je niet wil of niet durft, dan hoef je niets tegen je zin in te doen. Nee. Dus. Wij waren net bij het restaurant waar we starten gingen. Maar nu moeten wij achter een busje aanrijden. Daar staan de mountainbikes in. Of de fietsen. Ik weet niet eens of het mountainbikes zijn. Dan gaan we van punt A naar B. Dus als we dan bij punt B zijn, worden we weer met een busje teruggebracht naar punt A. Oh ja. Dat is eigenlijk de bedoeling. We klimmen behoorlijk naar boven. Ja. Daar gaat de bus. En smalle straatjes ook. Heel smal. Hij zei al, met grote campers ga je hier niet komen, want dat is gewoon echt te nauw. Maar met dit busje, kijk, dat is dan wel weer een voordeel, dat dit busje er wel kan komen. En waar ik nog steeds heel blij mee ben, is dat het een automaat is. Want zo lekker dat je niet hoeft te schakelen met dat geklim. Ja, hier was je normaal gesproken, waren wij hier niet gekomen. Nee. Nou, de fietsen zijn klaargezet. Mountainbikes. Van Giant. Leuk, ik heb er zin in. We hebben de bus staan neergezet. En ja, dan begint het hier. De spoorlijn. We moeten even een helmpje ophalen. Wij hebben een fietspakje aan met handschoentjes natuurlijk. Oh, heb jij mijn handschoenen? Even een klein testrondje natuurlijk. Nou, hij ruikt perfect hoor. Perfect dit. Nelly staat er al te wachten. Krijgen we eventjes de uitleg. Ja, ik denk dat dit is. So, the gears, I will... You want the explanation? No. Wauw. Dit is het dorpje en daar gaan we starten. Ik weet zo eigenlijk niet hoe dit dorpje heet. Maar dit is in ieder geval al heel mooi. Het is wel heel laag op de fiets. Het is nog makkelijk met afstappen, maar... Je kunt hoger zaten. Ja. We zijn in de eerste tunnel en als het goed is komen er nog veel meer tunnels aan. Maar we zijn nu net op de spoorweg beland. Het is het begin.
mensen, wij zijn weer in de camper. Dan hebben we de camper net op de plek gezet. Heftak zit alweer omhoog. En wij lopen nog in onze fietskleding. Zoals je kan zien. En zoals voorspeld. Het is 22:30 of zoiets. Ik had verwacht om 22:00 thuis te zijn, maar het is nu, ik denk inmiddels 23:00 in de avond. En we zijn hier vanochtend om 19:45 weggegaan. Nou, ik ben best wel moe. Maar we hebben een hele leuke dag gehad. Met kajakken, fietsen. Echt superveel gezien. Echt hele mooie stukjes van Kroatië. En we hebben heerlijk gegeten ook. We hebben heerlijk gegeten met de crew. Ja, in een restaurantje in echt zo'n pittoresk dorpje. Ja. Waar wij eigenlijk naar op zoek waren al de hele tijd. En we dachten dat het hier niet was, maar het bestaat. Het is er echt. We hebben er nog een leuk dorpje gezien. Ja, daar gaan we... Ja, daar gaan we ook nog een keer naartoe. In deze dagen nog een keer naartoe. Laten we jullie helemaal uitgebreid zien. Want daar hadden we nu te weinig tijd voor. Ja. Maar wij gaan even de bende opruimen. En dan gaan wij douchen. Ja, en slapen. En slapen, ja. Nou, echt. Zwaar aan toe. Ja. Zo, nou, wij zijn gedoucht, bed klaar, aan licht al. Oh, hier. Dank jullie wel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie hopelijk tot de volgende keer. Nou, jullie worden afgekapt. Ja, ik ben kapot. Ze is moe. Nee, ik snap het. Het is 12:15. Ik trek dit niet. Nee, het was echt een hele intensieve dag, maar wel ontzettend leuk. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!